Hele goede middag, hallo, welkom in mijn kamer. Ik was alweer druk bezig, ik ben aan het renderen. Tenminste, kijk, of je het zo kan zien. Aan het renderen, de Q&A, en die staat als het goed is al online. Als jullie dit filmpje gaan kijken natuurlijk, want we gaan even kijken. Want ik heb, zoals jullie weten, mensen vragen wel eens van Chris, je honden eventjes stilhouden op de achtergrond. Want dan hoor je wel eens door de gameplay heen en zo. Maar ja, ik heb, wij hebben hier heel veel hondjes. Mijn ouders zijn namelijk gek van chihuahua's. En we hebben er heel veel. Heel veel. En ik ga eens even laten zien. We hebben ook allemaal jonkies en zo. Ik denk dat het wel leuk is een keertje om te kijken. En we gaan gewoon even kijken. En dan zijn we weer. We zijn hier eventjes in de bijkeuken. Want hier staan er zijn allemaal hokken van alle honden. We gaan schikken hoeveel honden we hebben. Maar ze zijn echt allemaal hartstikke lief. En ik ga ze gewoon even één voor één laten zien. Ja toch, hartstikke leuk. Mijn ouders zijn dus dol op chihuahua's. En dit is Abby. Hallo Abby. Hey Abby. Abby. Hallo. Nou, Abby is hartstikke lief. Hey Abby. Abby is hartstikke lief. En Abby is al wat ouder. Hè? En die blijft ook bij ons. Want ja, als we hondjes natuurlijk, mijn ouders fokken hondjes. En sommige hondjes moeten natuurlijk weg. Omdat ze gewoon, ja, anders hebben we helemaal heel veel honden hier. Dat kan natuurlijk niet. Maar Abby blijft bij ons. Hé, Abby? Ja, toch? En dit is Nino. Hallo, Nino. Ja, dit is Nino. En hier hebben we een jonkie. Die is een paar weken oud. Hé, Fernando. Hi, Fernando. Ja. Hé? En dit is Duke. Dat is de vader trouwens van Fernando. Hi Duke. Doekie doekie. Doekie doekie. En dan hebben we hier nog Pip. Pip is, hoe oud is Pip? 1,5 jaar. Hé Pip. Pip is eigenlijk een beetje mijn schatje. Die komt altijd naar mij toe. Hè? Die vindt mij altijd heel erg lief. Oh, is hij nou een beetje verlegen? Ben je nou verlegen? Hé? Ben je nou verlegen? Ja. Hé? Maar dit is in ieder geval Pip. Hartstikke lief. Ze zitten trouwens even nu opgesloten natuurlijk om vanwege het filmen. Want anders denken mensen van, hé, je zit altijd opgesloten. Maar dat is natuurlijk niet waar. En dit is Esme. En die is ook moeder geworden, hè? Ja, ja. Je bent ook moeder geworden, ja. En dan hebben we hier Chica. Dat is ook, dat is een Chica. Oh, die zit even te eten. Maar dat is een zusje dus van Fernando. Die is ook een paar maandjes oud. Hé, Chica, ja. Hey. Ja. En hier hebben we Luna. Dit is ook een zusje, Luna. Hé? Nee? Deze hondjes gaan dus nog weg, maar ja. Ze houden hartstikke lief, hè? Je raakt ook een beetje aan gehecht, hè? Ja. En hier hebben we Maria. Hallo Maria. Maria, die is ook moeder geworden. Pas geleden. Een paar maanden geleden natuurlijk. Hé, Maria. Hey Maria. Yes. Ja. Nou, en dan hebben we nog meer. En dan hebben we nog de cavaliers. Cavaliers, hoe je het ook uitspreekt. Dat is een beetje rot om uitspreken. Ik heb het even dicht. En dan hebben we hier namelijk Amy en Sophie. We zijn nog jonkies. Hallo. Hallo. Ja. En dan hebben we hier ook nog Patrick. En dit is ook een jonkie nog. Dit zijn eigenlijk nog pups. Maar ze worden niet echt heel veel groter meer. Dus ja. Dat waren ze. Ja, hè? Ja, vind je het leuk om even gedag te zeggen? Zeg even gedag. Ga even gedag zeggen. Ja. In ieder geval, ja, we zijn... Het is altijd druk hier. Mijn ouders zijn altijd met honden en zo. En met uitlaten natuurlijk. En mijn ouders doen aan hondentraining en zo. En wat doen ze nog meer? Ja. Een beetje showen. Dat soort dingen. Dus dat is hartstikke leuk natuurlijk. En hier onze oude bakkers nog. Hè? Mijn hondje is dan overleden helaas vorig jaar, maar zij leeft nog. Hé, hey. Ja, jij bent ook wel oud. Ja, die is ook alweer 13. Zo, nou dat was hem alweer. Ik hoop dat jullie het even leuk vonden om even te zien van alle hondjes te zien. We zijn echt heel erg dol op ze. En vergeet niet een duimpje omhoog te geven jongens. Ik ga jullie zien jongens, tot de volgende keer. Bye bye.